Dames en heren, wat mooi dat jullie weer kijken naar een nieuwe Egbert Reacting. Tegenwoordig duiken er steeds meer influencers op. Influencers die niet per se een creatief talent hebben of die heel leuk zijn om naar te kijken of zo, maar die vooral bekend zijn omdat ze heel veel geld hebben. Denk aan Joël Beukers, Mo Bicep en de laatste tijd heel vaak Dutch Performante, die niet super creatief is of zo, maar die vooral bekend is omdat hij een gouden Lamborghini heeft, waarmee hij heel graag iets boven de maximum snelheid rijdt. Tegenwoordig lijkt het erop alsof alleen heel rijk zijn gewoon niet meer genoeg is. Tegenwoordig moet je naast heel rijk zijn ook minimaal 100.000 abonnees hebben. En het mooie aan heel rijk zijn is dat je die volgers gewoon kan kopen. Begin dit jaar kwam Kai van der Ree in het nieuws, omdat hij heel veel minderjarige meisjes foto's had gestuurd van zijn getatoeëerde penis. Hij was eerst het gezicht van RTL MCN, maar sinds eind januari is hij volledig van de digitale aardbodem verdwenen. Ik weet niet of hij zijn kanaal verkocht heeft of dat hij hem uit de liefde van zijn hart heeft weggegeven. Maar opeens waren de 250.000 mensen die eerst geabonneerd waren op Kai van der Ree niet meer geabonneerd op Kai van der Ree, maar geabonneerd op Rutger Alexander. En Rutger deed wat elke YouTuber doet die al zijn volgers gekocht heeft en een dood kanaal heeft overgenomen. En dat is natuurlijk niet een introductievideo maken, maar meteen beginnen met een hele vage vlog. Ik zie wel dat hij de gemiddelde Nederlandse YouTube-doelgroep erbij heeft gepakt. Dat doet hij goed. En volgens mij is dit Eteun, de livestreamer Eteun. Hij is er ook bij. Hey, wat super tof dat je kijkt naar een nieuwe video. Dit is het niet. We gaan de video anders beginnen. Echt vier verschillende intro's. We beginnen eerst met schreeuwende kinderen. En dan een heel enthousiast generic vlog intro. Yo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En daarna bloedserieus. Kijk hoe serieus deze man kijkt. Dit is nu al heel verwarrend. Als ik één van de 250.000 mensen was geweest die geabonneerd was op het kanaal van Kai van der Ree, was ik nu binnen 10 seconden totaal verward geweest. Nou, waar je me van zou kunnen kennen, ik ga het heel snel laten zien. En als je wil weten wat je zag, dan moet je het maar even op pauze zetten, dan kan je het beter bekijken. Hiervan zou je me kunnen kennen. En ik ga het even laten zien. En als je wil weten wat je zag, dan moet je het op pauze zetten. Als je wil weten wat... Je zou me namelijk kunnen kennen van of dit. Oké, ja, hij gaat met mensen om en hij zit wel eens in een auto, oké. Dit maakt het niet duidelijker voor mij, zeg maar. Dit zijn hele vage beelden. Dit kan een vakantievideo zijn, echt werkelijk. Of dit. Of dit, bijvoorbeeld. Hoe ben jij ineens een vlogger? Ik ben vlogger geworden, man. Oh, wacht eens even. Hij heeft een keer naast Enzo Knol gestaan. Enzo, dus we kunnen misschien kennen van Enzo en Milan Knol. Stel dat je wel eens een video van Enzo Knol hebt gezien waar deze man in zit en je dacht... Shit, hè? Heeft hij meer? Ik ben na deze ene video zo erg fan van Rutger Alexander. Ik wil meer zien van hem. Dan zit je hier op het juiste adres, jongens. We hebben eindelijk zijn YouTube kanaal gevonden. Niet let's go. Ik moet nog even vertellen. Naast mij, ik ben Rutger. Hij is Rutger. Het duurde 50 seconden voordat hij zich voorstelt. We zitten bijna een volle minuut te kijken naar deze man. En hij heeft nog geen enkele keer gezegd... Hey jongens, ik ben Rutger Alexander. Ik doe dit en dit en dit. Welkom op mijn kanaal of zo. Ik ben Rutger. Maak ik alle video's samen met Stef. Oh, maar ik ken... Ja, natuurlijk. Nee, het is Rutger. Oh, en hij maakt video's met Stef. Ja, oké, okay, ja. Nee, ik vond het al onduidelijk, zeg maar. Maar dit is Rutger en hij maakt video's met Stef. En dan komt zo meteen de introductie van Stef. En daar staat waarschijnlijk dan... Maak video's met Rutger. A few moments later. Jezus! Zeg wat je wil zeggen, man. Hoe laat is het? Oh ja. Wil jij de verantwoording hebben over de dingen die we dan weg gaan geven? Nee, trouwens. Ja, dat doe ik. Op de een of andere manier dacht Rutger dat het een goed idee was om zijn video eerst te beginnen met een veel te lange introductie die eigenlijk helemaal niks duidelijk maakte. En daarna dit. Waar kijken we naar? Dit zijn... deze man laat vooral zijn Adidas pet zien en... Stef. Wat is dit voor banner ook? Is dit gewoon logo's die je van YouTube geplukt hebt, die je achter elkaar hebt gezet, echt? Dit is een bullet bill, een Super Mario dingetje. Wat is dit? Hey, trouwens, moet ik even zo doen, man. Dat werkt het toch? Volgens mij werkt het alleen als ik het doe. Nee, dat zou raar zijn, man.
Ja, je doet met je auto. Nee, ik kom niet. Doe niet. Lijfje dichtbij. Dit is echt, dit is denk ik de saaiste flex die ik ooit gezien heb. Kijk dit nou, als ik dit hele specifieke ding doe, dan gaat mijn kofferbak vanzelf open, baby. Oh, ja, yeah, ik heb zoveel geld. Ik heb zoveel geld. Ik heb zoveel geld dat ik 250.000 abonnees gekocht heb. Welkom bij een nieuwe wekelijkse serie op dit kanaal. De reactie met de meeste likes op vrijdag 21 augustus wint ook een elektrische step. Nou, laten we even kijken naar de reacties. Je kan je namelijk voorstellen dat als je eerst geabonneerd was op Kai van der Ree en je dat kanaal al lang en breed vergeten was en je nu opeens dit in je feed zit, dat je denkt, wie is dit? Welk account was dit eerst? En hoe heeft dit 235.000 abonnees? Had wel meer verwacht. Dit is geen echte fanbase. Ik vind niet dat je dit eerlijk hebt gedaan. Sorry. Maar ik vind het gewoon zielig. Waarom ben ik op dit account geabonneerd? Veel dislikes. Echt jammer dit. Welk account was dit? Unsubscribe. Ik weet niet eens. Er zijn dus, gek genoeg, niet heel veel positieve reacties. Maar gelukkig heeft hij een tweede video geüpload. Gisteren, volgens mij. Ja. En daarin gaat hij dus reageren op deze reacties. En het is vooral nice, omdat hij op de een of andere manier het scherpste shot van een microfoon ooit heeft gemaakt. Ik heb nog nooit een microfoon gezien die zo scherp is als deze microfoon. Vandaag gaan we reageren op jullie reacties. Hey jongens en meisjes, dames en heren, hartelijk welkom. Welkom in deze video. Reageren op jullie reacties. Ja. Dit is salt. Rutger, ben jij salty? Je koopt een kanaal over en mensen komen erachter en je gaat salty doen? Kijk, dit kan twee kanten opgaan natuurlijk. Hij kan of heel boos op alle reacties reageren van, oh, je gaat disliken, echt? Je gaat disliken? Ik heb meer geld dan jij ooit zal hebben, bitch. Of hij kan de totaal andere kant op en zeggen, nee, je moet niet disliken, want dan maak je geen kans op de elektrische step. Dat waren er nogal wat. Nou, dat waren er niet nogal wat, maar het waren gewoon reacties waar we natuurlijk al een beetje wat we verwacht hadden. Oh, de rest die we verwacht hadden. Ik ben trouwens vandaag met Stef. Oh, hij is met Stef. Die ken ik. Stef maakt altijd video's met Rutger. Hoe heb jij het ervaren, die eerste video, man? Dubbel. Leuk. Maar ik moest wel wennen aan de negatieve reacties in het begin. Ja, maar dat is ook wel logisch, man. Want mensen, ineens uploaden we een video en mensen denken zoiets van, ik begrijp het ook wel. What the fuck is dat? Een goed YouTube-account moet je verdienen door goede video's te maken en niet door een groot bestaand account te kopen. Oh, shit! Julian! Met de roast, baby! Gewoon keiharde facts gaat hij spitten. Oké, dit is, ik ben het hiermee eens. Luister, helemaal mee eens. Echt bro, dit is gewoon de spijker op de kop slaan. Want wat jij zegt, dat klopt ook. Een goed YouTube-account moet je verdienen door goede video's te maken, niet door een groot bestaand account te kopen. Alleen, luister, degene van wie ik dit YouTube-account gekocht heb, dat is en hij heeft dat YouTube-account niet voor niets verkocht aan mij in dit geval. En als jullie zeg maar, of als jij al die tijd geabonneerd bent geweest op dit YouTube-account, in dit geval van, dan kan je er eigenlijk van uitgaan dat hij dit account heeft overgedragen met een achterliggende gedachte en met het idee dat hij denkt dat wij er wel iets mee kunnen, zeg maar. Rutger, wat ben je allemaal aan het brabbelen, man? Dus je koopt eerst een account over en daarna ga je zeggen, nee, maar kijk, hij denkt wel dat wij er wat mee kunnen, zeg maar. Ik zou je vertellen hoe het is. Kai, heet hij, had zijn account over, gaat er nooit meer iets mee doen. En die dacht, hey, ik zie hier iemand die ook graag een following wil hebben, want dat is blijkbaar veel waard. Dus ik kan alsnog voor een laatste keer geld verdienen aan mijn YouTube-account. En waarschijnlijk, het maakt niet uit of je video's nog zo goed zijn. Deze mensen waren geabonneerd voor één persoon en jij bent die persoon niet. Maar dan nog vind ik inderdaad dat een goed YouTube-account moet je verdienen door goede video's te maken. Nou, dat gaan we ook doen. Dan zou ik wel beginnen met je, zeg maar, zit een schuifje op de lens en daarmee stel je je camera scherp, zeg maar. Dus ja, dat is eigenlijk, heb je een punt. Maar ik denk dat als je dit zo hoort, dat je wel bij jezelf kan denken, nou, laten we het voordeel van de twijfel geven. En hij heeft ook wel een punt door dat te zeggen. Is dat hoe het werkt? Kan je jezelf gelijk geven? Ja, en ik denk wel dat jij dan denkt, dat jij dan moet denken dat ik gelijk heb. Als ik dit zeg. Iets leuke graphic in beeld. Pling. Dus niet een sub alsjeblieft, niet disliken. Als je gaat disliken, ik zie dat de video meer dislikes heeft dan likes. Als je gaat disliken, ga ik misschien een scheldwoord zeggen. Wil jij er nog iets op zeggen, bro? Ik vond je uiterlijk sterk. Ja, thanks man. Yo, thanks Stef, shout-out. We kennen Stef natuurlijk van dat hij video's maakt met Rutger. En Rutger, die kent natuurlijk dat hij video's maakt met Stef.
En Stef, die kennen we natuurlijk... Hoezo ben ik op geabonneerd? Ik weet niet eens wie hij is. Bro, ik ben Rutger, dat is Stef. Aangenaam, leuk dat we elkaar op deze manier zien. Kijk, het ding is een beetje... Hij heeft een beetje een soort van nonchalante... Hey jongens, ik ben een grote YouTuber houding. Het is logisch dat mensen niet weten wie hij is. En het zijn vooral kids die geabonneerd zijn waarschijnlijk. Maar... Ook de dingen waar hij zei, hier ken je me misschien van, waren niet heel duidelijk. Dat is een compilatie, dat net zo goed vakantiebeelden kunnen zijn van mensen die toevallig Enzo en Milan Knol tegenkwamen op dezelfde locatie. Maar als je dus Rutger Alexander gaat googlen, dan kom je erachter dat hij een veilingbedrijf heeft, jouwveilingen.nl. Dan zie je dus ook meteen waarom hij al die volgers gekocht heeft. Net als Dutch Performante, Joel Beukers en Mobicep hebben ze een bedrijf en willen ze jou iets verkopen. Ik denk het allermooiste aan dit account vind ik dat hij dus in de omschrijving heeft gezet. Hoi, mijn naam is Rutger en samen met Stef probeer ik zoveel mogelijk mensen blij te maken met het bereik dat ik heb. Dus stel je voor, je koopt 250.000 abonnees en daarna zeg je, yo, ik heb een super groot bereik, ik wil gewoon mensen blij maken, ik ben gezegend met een groot bereik en ik wil jullie ermee helpen. En dan kijk ik op zijn Instagram en dan heeft hij 400 volgers. Okay, maak me blij met je 400 volgers, Rutger. Verdomme, hè? Had je hier ook niet meteen wat volgers bij kunnen kopen? Volgens mij valt het wel mee. Volgens mij heb je voor 20 euro een paar duizend volgers. Kom op, Rutger. Als eerste video maak je echt goede content. Lekker. Marius Oudhoorn. Shoutout naar jou, man. Vind ik ook. Als eerste video maak je echt goede content. Oké, dus je krijgt een compliment. Thanks, man. Ik vind mijn content ook goed. Shoutout. Ja, gewoon allemaal disliken. Ja, kan ook. Waarom? Ja, waarom? Waarom disliken? Waarom haten? Ja, maar dat is het dus. Kijk, ik begrijp het ook enigszins wel. Maar het doel is toch positief? Waarom moet je dat disliken? Ik begrijp het echt niet. Ja, waarom, jongens? Er zijn mensen die werken 12 jaar lang om het bereik te halen wat jij net gekocht hebt. Maar waarom disliken, bro? Waarom ga je disliken, bro? Bro, dislike is cringe. Bro, als je gaat disliken, dat is fucking cringe, gast. Bro. Begrijp zeg maar dat je niet begrijpt in eerste instantie als er gelijk een video geüpload wordt met nieuwe gezichten op een kanaal. Alleen, dit is gewoon oproepen tot dislike. En dat begrijp ik inderdaad precies. Ook niet. Dus ben je wel volledig met je hoeft eens, er niet van te houden. Je hoeft niet geabonneerd te zijn, maar waarom disliken? Bro, het is prima als je het niks vindt. Je hoeft het niet te kijken, maar we hebben dit bereik wel gekocht. En nu, omdat we het gekocht hebben, wordt het automatisch voor je neus geschoteld. Dus eigenlijk, je moet het wel kijken. En ja of je je mening voor je wil houden, alsjeblieft. Of je dan... je moet eigenlijk je bek houden, eigenlijk. Oké, je hoeft het niet te kijken, maar... We hebben dit bereik wel gekocht met een reden, zodat jullie het zouden kijken. Dus je moet het, eigenlijk moet je het wel kijken. Maar je moet wel ook je bek houden. Wat is deze gozer droevig zeg? Ja, Daniel Tober, wat is deze gozer droevig zeg? Ik vind het heel gek. Ik vind het een hele gekke manier van proberen jezelf relevant te maken op het internet. Ik denk namelijk zelf dat als hij was begonnen met toffe content maken... en hij heeft blijkbaar connectie met Milan en Enzo Knol... en had een paar video's gemaakt met hun, weet je, een paar dingen... dat hij binnen de kortste keren zelf een eigen bereik had opgebouwd... waar hij veel meer aan had dan dit. Want nu ga je zien, deze video heeft nog maar 2000 weergaven. Zijn volgende video gaat er nog maar 1000 krijgen en dan 800... en dan sterft het allemaal weer een beetje af. En dat is zonde. Dames en heren, dankjewel voor het kijken. Leuk dat jullie erbij waren. Wil je meer zien van dit koppie? We doen elke donderdag live reactings om 8:30 op twitch.tv/EgbertLive. Dat wil je niet missen. En dit is de toffe content die je mist. Van Groningen laat je horen. Niemand liet zich horen. Waarom wil je daar ook wonen? Lekker aardbevingen. Leuk. Ja, leuk. Kijk, this is literally me when I woon in Groningen. Extra shout-out naar alle mensen op Patreon die deze video's mogelijk maken. Zonder jullie was dit niet gelukt. Ook van dat geld op Patreon hebben we bijvoorbeeld deze nieuwe microfoon gekocht. Er zat alleen nog geen popkap op voorraad. Dus de hele tijd hoor je nu zo... Dat is vast kut. Dankjewel voor het kijken. Volgende week gaan we onze eigen videogame releasen.